De commissie van wijze mannen die moet uitzoeken of het Groninger Forum nog haalbaar is, moet voor 30 april een advies geven. Gisteren werd bekend dat een commissie onder leiding van oud-D66-leider Jan Terlouw gaat onderzoeken hoe het Groninger Forum alsnog gebouwd kan worden. Daarvoor gaat het onder andere kijken hoe het Forum de regionale economie kan versterken en of er extra commerciële invulling kan worden gevonden. Ook kijkt de commissie naar de effecten op de werkgelegenheid. Uiteindelijk is het natuurlijk wel zo dat zowel Raad als Staten het vernieuwde concept waar deze commissie mee zal komen, het aangevulde en aangescherpte gescherpte concept van het Forum, wel met z'n allen zullen moeten omarmen. Wij zullen daar met GS over praten, GS onze gesprekspartner, en uiteindelijk zullen de achterbannen daarvan natuurlijk akkoord moeten gaan. Dus garanties nee, vertrouwen in een goede uitkomst ja. De oppositie in de Raad wil altijd al een meer commerciëlere opzet voor het Forum. Zij kreeg bijval van Provinciale Staten, die besloot geen 35 miljoen euro voor het Forum ter beschikking te stellen. Ik was verre van blij in december en in januari. Ik moet zeggen dat de gesprekken zijn pittig geweest. Het was niet een eenvoudige klus om van zo'n grote afstand weer bij elkaar te komen. Dat is gelukt. En dan ben ik ook weer iemand die kijkt naar de toekomst en zeg ik van ik heb er vertrouwen in dat we hier uitkomen. En ik ben dus wel blij met het resultaat wat we behaald hebben. Want ik denk dat dit een hele goede manier is om dit fantastische project voor de stad alsnog mogelijk te maken. De juridische procedure die de gemeente tegen de provincie wilde aanspannen wordt aangehouden. Eerder beraamde wethouder Ton Schoor dat elke maand uitstel een 500.000 euro kost. De provincie wil dat niet betalen. Er is vorig jaar ook naar gevraagd toen de stad begon met de werkzaamheden rond het Groninger Forum en kosten ging maken. Is er een vraag gesteld ook aan het college van GS van ja, die kosten voor wiens risico zijn die? En toen heeft ook het college gezegd ja, de normale gang van zaken is dat als je kosten maakt voordat je je subsidie binnen hebt, dan is dat voor rekening en voor risico van degene die kosten maakt. Het advies betekent niet dat het Forum er komt. Raad en provincie moeten het advies dan nog goedkeuren. Dan zou je bijna een gokkantoor hier in Groningen moeten gaan inrichten. Dan kun je aan de koersen die zo'n gokkantoor berekent, kun je zien wat of de kans is. Ik doe niet aan speculatie, gissingen en kansberekeningen. U bent politicus, u calculeert, u doet niet anders. Dat is uw vak bijna. Kijk, wij gaan dit proces gaan wij met vertrouwen in. Maar succes is niet op voorhand verzekerd. Er moet iets uitkomen wat zowel de Raad als de Staten kan overtuigen. En dat is de ambitie van zowel de stad Groningen als van de provincie. Ja, en dan zal later dit voorjaar of in het begin van najaar zal moeten blijken of dat ook het geval is. De opdracht aan de commissie moet nog worden goedgekeurd door de gemeenteraad en de Provinciale Staten.